Buffelmaten, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Booty Call. En vandaag ben ik met Katie van Kranenbroek. Dus Katie, vertel. Jij bent Belgisch. Nee. Nederlands, hè? Ja, ik ben wel Nederlands. Ik kom wel uit België. Ik ben zelf in België geboren. Hoe komt dat? Ja, we hebben thuis eigen bedrijf. En ouders zijn in België gaan wonen, omdat ze daardoor minder belasting moesten betalen. Oh, chill. Maar jij bent dus in België opgegroeid, daar op school gezeten. Ben je liever Nederlands of liever Belgisch? Nou, vroeger wou ik echt overschakelen, ook switchen, maar dan mocht ik nooit gewoon worden. Dus je wilde liever Nederlands zijn? Nee, Belgisch eerst. Omdat ik altijd in België gestudeerd heb. Was toch wel een dingetje, weet je wel. Maar ik zou toch denk ik eerder voor Nederland kiezen. Maar ja, het is natuurlijk anders als je daar hebt gewoond altijd, hè? Ja. Nou, nu wel hoor. Nu zou ik niet meer terug willen naar de Belgische nationaliteit. Nee, kunnen ze eigenlijk wel een beetje feesten in België? Ja, Versus. Echt heel leuk. Ben je er wel eens geweest? Waar? In de Versus? Nee, volgens mij niet. Daar moet je echt wel kerstje naartoe gaan. Dat is wel echt... Ik vind het sowieso de beste club waar ik ooit... Oh, echt? Maar je bent er best veel clubs geweest, toch? Ook in het buitenland? Ja, met vakantie. Buiten Londen dan. Londen is wel ook super chill. Ja, in Londen kan je denk ik ook wel goed stappen. Oké, Versus heet het in België? Versus. Dat is Engels. Nou, wij zeggen gewoon Versus. Ja, maar in België zeg je ook Belgen Instagram. Ja, in België zeggen ook Instagram. Je zegt zeker Instagram. Instagram. Ja, dat is het toch? Het is een Engelse naam. En dan heb ik nog iets anders. Je bent 21, zei je. Wow. Ik ruik natuurlijk ook een beetje naar buffels, hè, dus ik kom gewoon vliegen op me af. Hè. Maar jij neemt wel eens scoopjes, toch? Ik zag dat je al een aantal keren een scoopje had genomen op je story en zo. Ik ben er even geleden wel een keer mee begonnen, ja. Maar de eerste keer was wel even... Had ik even niet verwacht. Nee, het was best heftig. Ja, toen had ik ook even geen water bij de hand. Oh ja, dan moet je kouwen. Dan moet je kouwen. Hey, maar heb jij al onder die prachtige kerstboom gekeken? Oeh! Wat is dat, hé? Scoopje erbij! Scoopje erbij, hoor! Hey. En staat er maar eentje? Volgens mij heeft. Twee voor mij! Heeft de kerstman er twee neergezet, hoor. We hebben deze sowieso eentje voor jou, die mag ik accent dezelfde smaak of niet? Ja. En eentje gaan we nu openmaken. Dat vind ik eigenlijk wel jammer, want watermeloen had ik nog nooit geproefd. Oh, echt? Bestel het dan. Kijk, daar hoog mijn water komen. Wow, hey. Een hele verse pot, hè? Zo, ik heb dat ding heel even uitgetrokken, want ik kreeg het zo heet van Katie. Ja, dat geloof ik wel. Oh, ze gelooft het nog ook. Ja, het is ook echt zo. En ik had zoveel zin in dit, in het verrukkelijke scoopje, gewoon die verse pot, hè? Jij neemt die scoops ook gewoon zo altijd, toch? Ja, anders is het maar een beetje matig, hè? Ja, dus we moeten inderdaad wel gewoon... Maar we gaan ook eerst even goed naar ruiken, hoor. Dat heb ik nog niet gedaan. Dat heb je nog niet gedaan? Ja, die verstuiving in die luchtweg, hè, altijd. Oké. Er komt zo meteen een hele wolk uit en die moet je gewoon opsnuiven, gewoon. Lekker. Ja, ben je er klaar voor? Ja? Wajo! Ik voel het wel. Je voelt het ook nog een beetje, hè? Oh, hé. Hey. Je hebt gewoon een hele scoop, toch? Volle scoop. Oké. Okay. Oh, ze zit helemaal onder, hè? Hey. Ik kan niet wat drinken. Moet ik het nu proberen dat ik het naar mezelf doe? Of, het valt allemaal. Hier, valt allemaal ertussen gewoon. Nee. Nou is het mijn. Je zit helemaal onder, hè? Ik zit echt helemaal. Ik zit nog steeds hier, man. Goed naar dit shot kijken. Dus jij wil het nu bij mij gaan doen? Nu is het mijn beurt. Ik had het toch liever zelf gedaan, denk ik. Hoe gaan we dit doen dan? Sinterklaas. Ja, je hebt ook pakjes geregeld. Hij ziet er wel knap uit, ja. Zo.
Wil je dan nog eentje? Nou, we hebben in ieder geval een witte kerst. Ja. Ja, we gaan nu al stuiten. Ik denk dat we gaan naar binnen trainen. Maar ook wat bovenlichaam. Toch? Ik zag dat je had van de week al, zag ik een vliegtuig. Van de week zag ik je al biceps doen en zo, maar we doen nu wel een beetje triceps, schouders. Dat soort dingen erbij, hè? Dingen voor je houding. Niemand kan me meer serieus nemen natuurlijk met mijn back vol met scoops. Maar we gaan dus eerst even squatten. En we gaan de hip thrusters doen. Die bloed komt van jou overal op. Nou, we gaan dit even doen. Okay. Nou, ik denk dat het tijd is om die hele tent te gaan afbreken, want ze beginnen allemaal rare dingen te roepen. Kom even dicht bij staan. Ik weet niet of ik dat wel wil. Eerste oefening, we gaan even lekker zwaar squatten. Toch? Ik ga hem dan even lekker zwaar squatten. Dat is toch wel lekker op die vrijdag. Keetje gaat ook gewoon zo zwaar mogelijk. Dus we doen iets minder herhalingen, iets meer gewicht. En we gaan jou gewoon helpen, dus het komt helemaal goed. Let's go. Ja? Ja, we doen toch schouder breedten. Ja. Op je hakleuners zat. Zo, tot daar is goed. Nee, ik zou dit wel meer doen. Iets meer in de achterhoofd. De volgende oefening, hip thrusters, gaan we ook weer lekker zwaar doen. Nee, dat valt wel mee. Jij hebt het nog nooit gedaan, hè, hip thrusters. Je hebt het wel vaker gezien op mijn video's, zei je. Ja, ik dacht dat ik moet even gaan oefenen, maar het is niet meer waar gekomen. Nee, dat gaan we nu gewoon oefenen. Maar dit is wel de oefening voor je billen natuurlijk. Dus die gaan we gewoon doen, die ga je helpen. 4 sets, 10 herhalingen, let's go. Ja, best goed. Ik ben echt wel kapot hoor, van die squats en die Ik ben wel lekker bezweet. Ding. Ja, lekker bezweet, ja. Oké, volgende oefening voor de gluteus medius. Abductoren van de beenspieren. Abductoren van het been. Gaat hier staan, gaat hier. Diep liggen naar de zijkant omhoog. Boom. Langzaam weer terug. Expressies voor omhoog. Ik heb even wat vragen van kijkers. Die gaan we even. Ja, we gaan er wat beantwoorden. We gaan natuurlijk niet alles beantwoorden, want het zijn er best veel. Omdat ik het natuurlijk al gisteravond erop had gezet. Hoe vind je het zelf gaan tot nu toe? Ja, wel goed eigenlijk. Wel goed toch? Ja. Je hebt gesquat met stang, best zwaar. En hip thrusters had je ook nog nooit gedaan. Dat zijn oefeningen die kan je nu gewoon voortaan in je gym doen natuurlijk. Wel leuk, ja. Want die hip thrusters, dat is wel echt de belangrijkste oefening voor je kont. We hebben hier wat vragen. Wat voor werk doe je?
Momenteel werk ik dus bij Van Kranenbroek, ja. Bij het bedrijf van mijn vader. Bedrijf van je vader. En ik zit daar op Human Resources. En ja, als je bij Van Kranenbroek gaat solliciteren, dan moet je eerst langs mij. Oh echt? Ja, want ik neem eigenlijk alle sollicitaties op. Jij doet sollicitatiegesprekken. Ja. Oh, cool. En je studeert natuurlijk ook nog, we zoeken nog fietsenmakers. En, ja, dus alle fietsenmakers bij Van Kranenbroek aanmelden. En je studeert nog ook, toch? Ja. Hier in Utrecht. Daarom ben ik in Utrecht gaan wonen. En derdejaars bedrijfseconomie. Commerciële economie. Oké. Okay. Ja, dat is... hou je van buffels? Ja, alleen er zijn altijd zoveel blikken er rond, weet je wel? En wat is je favoriete oefening? Nou, ik denk dat die hip thrust dingen bijvoorbeeld. Ja, dat is wel een nieuwe favoriete oefening. Ja, daar ben ik blij op. Ja. En borsttraining kijk ik ook wel graag. Borst? Ja, dat ik echt heel chill. Alleen de dag ernaast en zo. Ja, maar daar heb ik best wel last van natuurlijk. Ja, ja hier vooral, dan kan ik mijn shirt niet meer uit. Echt verschrikkelijk. Ah, dat is inderdaad wel vervelend dat je shirt niet meer uit kan. Heb je een vriend? Dat is wel. En ben je single? Dat zijn de vragen die heb ik al heel vaak voorbij zien komen. Ja, ik ben single. Ze is single. En je, ik zag ook, maar dat is ook weer al bijna 2 jaar. En ik zag ook dat je had opgegeven voor first dates. Ja, nou ja, ik heb dus iets nieuws verzonnen voor mezelf. Dat ik elke maand een challenge aanga van mijn volgers. Ja. En die zijn de first dates. Met veel dates gewoon. Dat is bij mij ook vaak. Op een manier gezegd, Sam moet zich nog opgeven voor first dates, staat hier. Maar die heb ik ook gekregen, of jij je ook al aangemeld had. Nou. Ja? Nou, nee, dat heb ik nog niet gedaan. Dat ga ik ook zeker niet doen. Oh. Maar als je een keer wilt daten, ik sta overal voor open. Krijgt Buffel een kusje? Nou, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Nee, dat staat echt. Heb je gevraagd of iemand die je instuurt? Nee, dat staat hier serieus. Krijgt Buffel een kusje, dus... Heel misschien gewoon een kleintje op mijn wang of zo. Oh ja, lekker hoor. Zou je Sam doen? Wie is Sam? Sam? Wie is Sam? Bedoelt die buffel? Hè? Huh? Wie bedoelt die? Dat vind ik wel een heel verschil hoor. Ja, dat is een heel verschil hoor. Bedoelt hij nou Sam of buffel? Een Sam misschien wel, buffel denk ik niet. Nou, dus antwoord op de vraag is ja. Het antwoord op je vraag is ja. Heb je stiekem wel eens een echte booty call gedaan? Een echte booty call? Ja, dit noem ik natuurlijk booty call deze serie, omdat we billen gaan trainen. Maar een booty call is eigenlijk gewoon dat je wordt gebeld voor seks eigenlijk. Oh, echt? Weet je dat niet? Nee. Dat je booty wordt gecalled. Je called de booty, zo van kom even langs voor seks. Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee? Nee. Of nog nooit, dat gaat ook niet gebeuren. Goed zo. Helaas. Ze blijven maar vragen of ze echt zijn, maar jongens. Nee, ze zijn niet echt. 2,5 jaar geleden, op mijn 19e verjaardag. Op je 19e verjaardag heb je dat in het ziekenhuis. Ja, toen was het zo ver. En hoeveel cc zit daarin dan? Nou, dat wordt wel heel specifiek, hè? Ook vragen, zei je. Ja, nou ja, ik moet wel zeggen, ik heb nog nooit zo weinig reacties gekregen. Nou, en bedankt. Wat is je mening over steroïden? Mijn mening over steroïden? Ik vind het heel dom als je dat doet. Want je verneukt je eigen lichaam ermee. Ja, dat is mijn mening. En ik doe natuurlijk ook topsport. Hè. Ik heb altijd hoog niveau gerugbied. En ook Nederlands team gedaan. En daar word je gecontroleerd ook op doping. Dus zelf zou ik het ook nooit kunnen doen. Maar ik weet ook wat de effecten zijn om het wel te doen. En het is mega slecht voor je. Dus mijn mening is, blijf er vanaf. Helemaal, en als je het wil gaan doen, lees je eerst goed in, want het is echt bende gewoon. Het is eigenlijk hetzelfde als je nu mij vraagt, wat is je mening over heroïne? Ik vind dat gewoon hetzelfde, ja. Het is gewoon allebei drugs, ja. Deze snap ik niet helemaal, maar die begrijp jij misschien wel. Op Sam Booty Chop, net als QC? QC? Shout out to QC. Of ik Booty Chop net als QC. Chop QC Booty, ja? Beetje rimmen doet hij. Hij ligt eraan, dan moet ik wel echt een hele goede buis zijn. Als ik in een hele, misschien als ik een hele goede buis. Wat voor een buis zou QC geweest zijn dan? Dat die booty chapt. Moet hij wel echt een heel lekker wijf gehad hebben hoor. QC,
Vertel het me, man. Ik wil het weten. Welke recovery shake gebruik je? Kom binnen mee! Ik gebruik whey protein gewoon, maar ik heb ook whey isolaat. Beide van Clean Nutrition. Zijn, omdat ik weet dat die producten gewoon schoon zijn en in Nederland gemaakt worden. Nogmaals, ik word getest op doping ook, dus daarvan weet ik dat het goed zit en het werkt voor mij gewoon goed. Nu was bankdrukken. Heb je dat wel eens gedaan? Die stang zo, op je borst. Jawel, wel ooit geprobeerd, maar dat gaat altijd scheef. Wil je proberen? Ja, ja. Bankdrukken, hè? We gaan gewoon voor het eerst bankdrukken in een bootycall. Nou, hoe vet is dat? Ik heb er zin in, hoor. Schuif het dan door het dak heen. Ja, gaan we dus gewoon bankdrukken, hè? Op vrijdagmiddag hebben we die flaneerpomp zo aan die chest zo, hè? Van die chest door je scherm heen. Ik heb er gewoon zin in. Kom op, Sam! Schuif door het dak heen! Zo, die training die zit er wel op. We hebben toch nog even die 120 ook door het dak heen gebeukt, hoor. Je hebt gewoon 30 kilo gebeest, dat is best zwaar. Ja, ik ging ook wel. Ja, ik het voelt ook wel best zwaar. Ik ben echt trots. Ik vind echt dat je het goed hebt gedaan. Ik ga dadelijk gewoon nog even denk ik door. Je gaat nog een keer. Ja, nog even flaneren natuurlijk, want het is vrijdagavond. Dus die chest is nu opgepompt. Nu kan je zo de kroeg in zo bam, zo met die chest. Hey. Dat is wel slim, dat moet ik wel even onthouden. Ja, dat kan jij zo. Ik hoor dan altijd op vrijdag. Post. Voordat je gaat trainen gewoon. Want dan staan die tieten zo vooruit en dan kan je zo die kroeg in zo bam. Maar vond je dit een leuke video? Vergeet even niet een blauw duimpje omhoog te doen. En wat moet ze ook weer nog meer doen? Aan de booty call natuurlijk. Als jij wil dat Sam met meer meiden gaat trainen, dan moet je dus deze video liken, zoals hij net zegt. En abonneer ook even op Sam zijn kanaal. Ja, inderdaad. En dan komen er gewoon meer van zulke soort video's. Dus houd het in de gaten. Ciao. Nou, ik ben eigenlijk wel heel enthousiast geworden van die scoopie die ik van jou heb gekregen gewoon. Ja, lekker echt, hè? Super lief. Dus ik heb ook iets voor jou meegenomen. Oh, je hebt iets voor me meegenomen, joh. Een Kratex muts. Een Kratex muts? Waarom moet je er dan lachen dan? Dat is toch super mooi. Waar staat dat voor? Ja, Kratex. Wat denk je? Kranenbroek textiel. Kranenbroek textiel. Top, hè? Ik zal hem gelijk even opzetten, hoor. Nee, kijk, dit reflecteert en zo. Oh, dit is dus echt gewoon handig ook. Dan kan je gewoon mee buiten gaan lopen in het en dan reflecteer je. Dus zo ziet iedereen je. Nou, je moet hem wel even mooi opzetten, ja. Zo. Nou, wij kunnen er weer tegenaan, hoor. Ik ben serieus met je. Je hebt geen idee hoe ik ben en wat je doet met me. Ik haal je op bij je huis, we kunnen gaan waar je wil. Ik zal er altijd voor je zijn, schat, geen maar een geel. Uit eten gaan, feesten tot later.